Nou, er is hier in Den Haag plek voor 3 schepen, 3 historische schepen. Er is hier plek om 3 maanden te liggen en dan ga je weer naar een andere plek. Laakhaven West is sinds deze week 3 ligplaatsen voor markante historische schepen rijker. Den Haag heeft zich namelijk aangesloten bij de schepencarousel. Nou, het is toch wel heel bijzonder dat Den Haag nu ook op de lijst staat van steden die bij de schepencarousel horen. Schepencarousel zijn eigenlijk 25 plekken inmiddels in Nederland waar historische schepen kunnen aanmeren. En op die manier kan er een contact tot stand komen tussen de schipper van het historische schip en de bewoners of de gebruikers van die stad. Het is eigenlijk ontstaan vanuit de behoefte van grotere schepen om ergens te kunnen liggen. De schepen die bij ons aangesloten zijn, dat zijn er iets van 125 nu. Dat zijn allemaal voormalige bedrijfsvaartuigen. Die zijn gemiddeld 20, 25 meter lang. Zijn te lang voor een jachthaven. Dus wij dachten van als we nou eens een soort platform maken om ligplaatsen en deze schepen aan elkaar te koppelen, dan bereiken we een aantal doelen. Zekerheid voor de schippers dat ze ergens kunnen liggen. En we creëren ook zekerheid voor de ligplaatseigenaren dat ze na een paar maanden ook weer opgehoepeld zijn, zeg maar. Nou, er is hier in Den Haag plek voor 3 schepen, 3 historische schepen. Dat zijn dus schepen die zich aan kunnen sluiten bij inderdaad de schepencarousel landelijk. Er is hier plek om 3 maanden te liggen en dan ga je weer naar een andere plek. Nou, ja, het zijn historische schepen en schepen waar een verhaal over te vertellen valt. En waar de mensen, de schippers van dit schip ook dat verhaal willen vertellen. Nou, hij is in 1892 in Waspik gebouwd als zeilend vrachtschip, een klipper. En hij vervoerde aardappelen, bieten, ander stortgoed, graan van het land naar de fabrieken. En dat heeft hij gedaan al zeilend, maar ook natuurlijk met een paard ervoor langs de jaagpaden. En dan is het tijd om de ligplaatsen officieel door de wethouder in gebruik te laten nemen. Nou, ik vind het heel belangrijk dat we een stad kunnen zijn waar je niet alleen woont en werkt, maar waar je ook kunt leven en waar je elkaar kunt ontmoeten en waar je ontmoetingsplekken in de buitenruimte kunt creëren. Nou ja, en wat is er mooier dan een ontmoetingsplek waar je ook nog iets kunt leren over het verleden en waar je nieuwe mensen kunt ontmoeten? Ik ben daar heel blij mee, omdat wij heel veel ligplaatsen hadden, meer in het oosten van het land. En in de Randstad hadden we eigenlijk niet zoveel. Dus daar is de afgelopen jaar Rotterdam bijgekomen, Katwijk is erbij gekomen, Schiedam is erbij gekomen en nu Den Haag. En je hebt natuurlijk heel veel van dit soort gebieden die geüpgraded worden. En dan past zo'n schepencarousel met mooie historische schepen, past daar heel goed bij. Dus het is belangrijk voor de stad. Als er altijd hetzelfde schip blijft, dan kijken ze er niet eens meer naar. En als er iedere keer een nieuw schip komt, dan is er weer nieuwe reuring.